van het schoolleven. Mijn naam is Darbro. Ja, Flippy. En daar ben jij. Ja, dat is hier precies Samson en Gert. Zeg. En ook met mij. En ook met Flippy. Welkom op mijn YouTube-kanaal. Hè, Flippy? Ja, Flippy, zeg het zelf. Hè. Kom hier. Je bent op te eten. Zeg. Doe nu eens rustig. Kom hier. Ai. Ja, dus welkom op het YouTube-kanaal van Darbro. Wat gaan we vandaag doen, Flippy? Dat weten we nog niet. Eén ding is zeker. Ik ben thuisgekomen van de visio. Ik heb daar iets meegemaakt, maar dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Maar ik kom hier dus thuis. En hier ligt iets op mij te wachten. En nee, het is niet Lina. Het is iets anders. To do voor mijn liefje terwijl ik hard aan het leren ben op school. Vaatwasser leegmaken, plus vullen, stofzuigen, wasvat opzetten, linkse wasmand, hebben we er drie, dat is wel leuk. Jouw kleren opruimen, uitroepteken. Veel liefde en kusjes van je liefje en Flippy. En Flippy is getekend. Kijk Flippy, heb jij dat zelf getekend? Kijk. Kijk Flippy, jouw hoofdje staat er ook op. Allee, dan zullen we maar eens aan beginnen, hè. Om dat ding wel live streamen. Koekoek. Koekoek. Zie. Koekoek. Woehoe. Tabla. Ah ja. Ah, dat komt er van zijn. Oh, ja, we gaan eraan beginnen. Oké, we gaan eraan beginnen. Aan de opruimsessie. En stofzuigen, dat is een toch op het lijstje. Oké, ik al even een dekentje geplooid. Kersttomaatjes, ik ben mijn mozzarella vergeten. Nog platte kaas. Nog wat kauwgom. Ja. Oké, dat is ook gebeurd. Hop. En dan hebben we nog te doen. Een wasvat opzetten. De linkse mand, dat gaan we eerst doen. Dan kan het al op de zonne-energie werken. Want ik heb zonnepanelen. En dan is het altijd handig om tijdens dat de zon schijnt al die elektrische shit om mijn nissen aan te zetten. Want je kunt niet meer je energie dat je opwekt opslaan. Je moet het meteen verbruiken. Want anders krijg je maar peanuts terugbetaald van de staat. Alleen van de overheid. Dat is echt. Dat is echt tristig eigenlijk. Want vroeger dan kon je alle energie die je, opslacht op je zonnepanelen. Die kon je vervolgens terug opgebruiken. De dag nadien of in de avond. Nu gaat dat niet. Dus nu als ik het s'avonds stream ben ik gewoon aan het betalen voor gewoon elektriciteit. Maar als ik in de dag stream is dat goedkoper. Omdat er dan zon schijnt. Dus ja, dat is een heel gedoe. En dan weet ik, moet dit allemaal gaan wassen. Dus het is makkelijk, het ligt al klaar. Het enige wat ik hoef te doen, is het potje te vullen. Oh, met koller wasmiddel. En jongens en meisjes, dat hoeft niet duur te zijn. Wasmiddel is fucking duur, maar Boni is fucking nice. Dat is niet gesponsord, maar dat riekt goed en dat is goedkoop. Dus ik gebruik dat wasmiddel. Dat is meer dan goed genoeg. Hoppa, het is altijd handig om een dag van een vlogger mee te maken hoe dat een dag er eigenlijk echt uitziet. Want iedereen denkt altijd, oh, dat is allemaal cool. En die hebben alleen maar een mooi leven, die moeten niks doen, alles gaat vanzelf. Oh, dat is dus niet waar. Hè? Die vogelen, maat. Oh, dit is zo jaloers als man zijn kan. Als ik praat in de camera of tegen iemand anders, dan wordt ze aandacht. Ik word er echt schrik van. Voilà. Wasverzachter. Oh, dat riekt goed. Deze is met kokos. Hoppa. Toedoen. Opzwieren.
is hier synthetisch, 30 graden, automatisch, start! En dan hebben we hier nog ondergoed dat ik moet opplooien. Oké, dan ga ik meepakken naar de kamer, want daar ligt nog kledij dat ik moet opruimen. En daardoor pul. Ik heb echt geen plek meer in mijn kast. Check dit. Hoe kan ik in godsnaam hier nog iets bij krijgen? Dat zijn al mijn pullen van Dardro. Hier heb ik al mijn t-shirts liggen. Dat is echt insane. Ik probeer dat bijhangen. Bij de rest. Maar binnenkort, jongens en meisjes, nieuwe merchandise. Dus er komt ook een nieuwe lijn van iets speciaals. Ik ga nog niet verklappen wat. Maar je gaat zeker alvast checken. De kwaliteit is ook geweldig. Ik heb heel mijn eigen merchandise aan. Ik doe dat altijd aan. Omdat die kwaliteit gewoon subliem is. Als je het nog niet beseft, ga het bestellen. Zeg het mij wat je van de kwaliteit vindt, maar iedereen dat tot nu toe daardoor merch besteld, te zeggen van wow, ik verschiet echt van die kwaliteit, want ik had dat niet verwacht. Dus ik ben wel iemand die altijd mijn woord nakomt, dus kwaliteit is prioriteit en dat is ook zo. En je kunt kiezen of je met het daardoor logo van de fitness inkoopt of het gewone logo. En nu komt het kutste. Al mijn kleren die hier op de grond liggen in de kamer, dat is echt insane. Oké, dat is van een week. En last but not least, mijn twee kousen van gisterenavond. Het leven van een vlogger. Hey, happy, hey. Hopla, en normaal gezien, de volgende foto die online komt, ga ik eindelijk mijn nieuwe lens hebben. Maar ik kijk er zo hard naar uit, dat is echt ongelooflijk. Die nieuwe lens, ik ga zoveel leuke dingen kunnen filmen. Deze is vuil. Ik ga zoveel leuke dingen kunnen filmen, laten zien aan jullie. Met mensen afspreken, met bedrijven afspreken, omdat je dan weet dat alles op beeld staat. Nu is het altijd zo, inzoomen, kijken, hoe dat ik film, dit, dat. Dan is dat niet zo moeilijk meer. Want dan staat alles gewoon op beeld en dan kan ik spontaner gaan vloggen, ik zal het zo zeggen. Dat mis ik soms, dat ik zo die spontaniteit in bepaalde scènes verlies, omdat ik, ja, iets film en dan zeg ik, ja, shit, staat er niet op, kunnen we even opnieuw filmen. En dat is kak, want dan heb je soms zoiets van, ja, dat is een beetje te veel gescript. Snap je? Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, toen ik daar met Sander was gaan golfen, ja, oké, de meeste dingen waren spontaan gefilmd, het was een vlog, maar alsnog moest je bepaalde dingen opnieuw doen, omdat het niet een goede beeld stond, omdat dit te ver was ingezoomd. Dus daar heb ik dan niet meer voor, ben ik ontzettend blij mee. En dan kunnen we een keer gaan jeu de boule, want dat wil ik eigenlijk al lang doen. Ik heb mijn eigen ballen gekocht, maar ja, ik heb het nog niet gedaan. Dus jawel, ene keer met Mico en met Sergio, dat is waar. Ik moet die volgende keer even bekijken. Want iedereen zegt altijd daardoor waarom... Oei, dat is van Lina aan zakdoekje. Waarom blijf je vloggen, heb je geen kijkers, zeggen bepaalde mensen. Dan denk ik, ja maar, daar draait het toch niet alleen om. Tuurlijk is het leuk om fulltime vlogger te zijn. En als je in Nederland kijkt naar Enzo, naar Gio, naar Don, dat zijn zo de drie toppers in Nederland. Dat is cool. Die kunnen hun alles permitteren. Die bereiken geweldig veel mensen. Die entertainen heel veel mensen met positieve vibes. En die gaan dan veel mensen gelukkig maken. En dat is hetgeen wat ik ook doe. Op kleinere schaal op dit moment. Maar waarom kunnen wij niet de eerste vlogger zijn die dat ook doet in België? Want in Nederland is het altijd veel verder dan ons. Maar België, dat loopt precies achter en ik weet niet echt waarom. Dus ik dacht, ik investeer in die duurdere lens, in die betere lens. Dan hebben we dezelfde angle wat die jongens gebruiken. En ja, wie weet kunnen we wel leuke content maken. En dan zien we wel waar we naartoe gaan. Maar ja, ik kijk er enorm hard naar uit, echt waar. Dus volgende week, nieuwe lens. Echt insane wat ik hier heb staan allemaal. Dat is echt een kleerkast, absurd. Enkel dat stukje daar, ik weet niet of je op camera ziet. Dat klein mini stukje daar. Dat is van Lina. En al de rest is van mij. Met andere woorden... Als Lina hier komt wonen binnenkort, dan is het wel belangrijk dat hij een extra kast heeft. Maar ik heb nog plaats om daar nog twee kasten naast te zetten. Ik kan eventueel nog daar verder werken. Dan eigenlijk een in de kast slapen, zo zit. Lijkt ook wel leuk. Maar later moet dat sowieso als we een huis kopen, moet dat sowieso zo zijn in mijn hoofd. En dat is badkamer, dressing, slaapkamer. Dus dat je naar de badkamer kunt gaan, dan kun je je dressing omkleden. En dan met je een slaapkamer. Snap je wat ik bedoel? Of ja, slaapkamer. Ik weet wel wat ik bedoel. In ieder geval, dat wil ik gaan doen. Of misschien, nee, misschien slaapkamer, badkamer, dressing. Want een dressing kun je dan... Ja, dat is misschien beter. Maar,
Lina en ik hebben daar al over gehad. En we willen naar zo'n binnenhuisarchitect gaan. Want we willen binnen ook speciale dingen. Niet gewoon een kamer met een bed en dit en dat. We willen altijd zo'n die leuke snufjes. En we willen wel vooruit in het leven, snap je? En zij heeft dat ook. Dus dat is super interessant. Dus ja, ik ben echt benieuwd zo later een huis hebben hoe dat het er gaat uitzien. Want er gaan heel veel dingen zijn wat mensen zeggen van... Wow. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets van het eerste naar het tweede verdiep wat Enzo Knol net heeft gedaan. Dat hoeft niet heel veel geld te kosten. Dat is eigenlijk basically een gat naar beneden. Je steekt er een buis in. En je maakt een deurtje en that's it. Dat hoeft niet veel geld te kosten. Dat je zo van in je slaapkamer gewoon je was in een koker kunt smijten. En dat komt beneden in de wasmand naast de wasmachine uit. Zoiets. Dat is fucking vet. Ik vind dat geweldig dat dat allemaal kan zo. Dat wil ik later ook. Ik wil later echt zo van die speciale dingen zo. Ja, ik vind dat geweldig. Zoiets extra hebben zo. Ja, ik vind dat nice. Hey, jeez. De nieuwe man, hè. De nieuwe man. Het zal wel zijn. Truien. Dat is hier. Op kleur heb ik de laatste tijd niet meer mee bezig geweest, want dat is onbegonnen werk. En daar is de dressing eigenlijk ook te klein voor. Of ja, de slaapkamer is daar te klein voor. Maar later wil ik dat ook wel. En zo'n aparte kast voor mijn schoenen, dat ik eigenlijk nu al, maar andere schoenen staan op de gang. Dus ja, niet dat we daar iets aan hebben. Ja, t-shirt van Bardew. Oh ja, hier liggen nog kleren. Juppie, jee. Dit. Wel, dat is nog goed. Zo. En de laatste hoodie van Dordrew. Nogmaals, Dardrew merch. Believe me. Het is de shit. Bestel nu. Echt, ga gewoon onderaan de video. Ga daar op het linkje klikken van merchandise. En bestel. Maak mij trots. Kwaliteit is prioriteit. Kosten zijn een slogan, maar het is ook zo effectief. Ik ga geen bro verkopen. Deze is kwaliteit. Deze is geen shit. Dus... als je merchandise wilt aandoen van mij, zou geweldig zijn. Ook in de sportschool, daar kun je gewoon dan de bicep merch dragen. En in het dagelijks leven kun je de andere merch dragen. Of je draagt die beide op beide plaatsen. Doe ik zelf ook. Oké, dat is een hoodie die we wel moeten uploaden. Die dan beneden. Want anders hebben we echt veel te weinig plaats, je ziet het. Dus ik moet heel leuk een hoodie van mij. Echt overal hoodies. Overal hoodies, dat is echt insane. Maar, ik ben... apetrots op een merchandise. Dus nogmaals, ik zou het geweldig vinden als ik in de zomer mensen zie rondlopen met mijn merchandise. Ja, dat is zalig. Daarom dat ik ook elke maand al merchandise weggeef met de stream. Gewoon elke maand geef een t-shirt weg. Omdat ik de mensen wil laten beseffen. De mensen moeten beseffen dat ik kwaliteit lever. Niet alleen content, maar ook merchandise. Wat je dus nu beseft, ik heb misschien beter eerst de kleren opgeruimd en dan... mijn kleren opgeruimd, dan mijn wasding gestoken, want zoals je kunt zien, hebben we alweer een wasmand vol. Dus Lina gaat er niet meer lachen. Trouwens, merchandise gesproken. Het gaat er niet genoeg over een merch, zeker. Ik heb ook van die korte broekjes. Ik heb die ook altijd zelf aan. Er zitten zakken in. En vanachter, op je poep, hier zo, heb je ook nog een zak met een tiret, met een riets, waar je bijvoorbeeld je pasje in kunt kwijtspelen als je gaat lopen ofzo. Of je... weet ik veel wat je nodig hebt om nog mee te nemen als je gaat sporten. Zo. En binnenkort, zoals ik zei, komen er nice dingen aan. Ik ben echt enorm trots. Dus binnenkort is het zover. Finally. Oké, alles is hier proper. Nu enkel de vaatwasser nog. Dan zijn we klaar. Wiep, op naar de vaatwas. Nog snel even. Die airfryer wist je dan ook gisteren loempjes schepen. Yummy. Zo, en zo kan het opladen. Dat is ook cool. Oké. Oké, dat is GFT, moet je zo meteen naar beneden. Eerst deze leeg maken. Oei! Die heeft niet opgestaan. Even, hè. De aandacht zoeken. Dan is die flink, hè. Ik moet die altijd op mijn schouder houden of die maakt vanaf kloven. Zo werkt het niet, een flipje. Zeg, heb je het gehoord?
kom hier dan. Vinger. Heb je iets gehoord? Zeg. Ja. Flinkjes zijn, hè? Maar dat is water van de kraan. Dat is niet lekker. Hé? Ja. Schouder. Ja, en flink, hè? Kijk, je moet niet boos worden op de handdoek. Je heeft er niets misdaan uit. Ik ga pakken de handdoek zo. Zo, hè. Je bent gek. Ben je klaar? Dan ga ik nu iets eten en dan ga ik streamen. Volassen, even de checklist afgaan. To do list van mijn lieve terwijl ik hard aan het leren ben op school. Water zijn leegmaken plus vullen. Hij kon niet leeggemaakt worden want ik had hem vergeten opzetten gisteren. Stofzuigen. Gebeurt. Wasvat opzetten. Gebeurt. Jouw kleren opruimen. Gebeurt. Dus, het lijstje. Maar bij het papier, GFT moet ik nu nog naar beneden doen. Mooi proper. Even alles laten zien. Hè. Bewijs jongens en meisjes, bewijs dat alles proper is. Kijk eens aan. Hopla. Bling bling. Zo. De vloer, kunt je van eten. Gestofzuigd. Kijk eens aan. Mooi proper hier. Kijk, de olifantjes die elkaar knuffelen. Allemaal mooi proper. Flipje blij. Hier, alles mooi bling bling. De mat zelfs gestofzuigd. En Flipje gelukkig. Zware Flipje. Ben je blij? Ben je blij? Ben je nu wel blij? Ga je naar buiten kijken? Ja? 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 Ja, ja, jij mag er zo meteen weer uit. Maar nu even flink, want ik ga iets eten en streamen. Oké. Dag. Voilà. Maar binnenkort onze meubels, daar. En uiteraard ook hier komen mooie meubels. Een tafel, stoelen en een dikke vette lounge. Die zie er echt enorm naar uit. Jongens en meisjes, we zijn gewoon even 1 minuutje live. En die chat die ontploft hier al. Voor alle duidelijkheid. We hebben deze maand 300 subs gehaald. Onze goal. Dat wil zeggen dat ik binnenkort als Mega Mindy hier kon zitten op de stream. Dus we gaan er nu van genieten. We gaan een streampje doen. En dan ga ik jullie straks laten weten wat er bij de visio is gebeurd. Dus bij deze chat, big love. Oké. Filipje is aan het eten. Ik ga zo meteen beginnen kwieten omdat wij aan het praten zijn in een camera en zijn iemand zie. En mijn liefje, die heeft lekker eten gemaakt. Tomatensaus, vers gemaakt. Bolognese saus. En ik heb het eigenlijk al opgegeten. Wat? Bolognese saus. Yummy. In ieder geval, de stream was geweldig nice. We hebben nu 309 subs gehaald deze maand. Dat wil dus zeggen dat ik als Mega Mini moet gaan streamen volgende maand. Ik heb net een nice site gevonden waar ik dus van die kostuums kan huren. Dus binnenkort gaan we daar eens gaan kijken of je daar ook mag gaan filmen eventueel. Om dat pak daar te gaan huren. Want om elke keer een pak te gaan kopen, dan ligt dat hier voor één keer aan te doen. En ik ben er eigenlijk weinig mee. Dus ik ga het vanaf nu op die manier waarschijnlijk doen. Oké, we zijn Vince gaan halen bij de gitaarles. Geloof me zo. Het blijft zijn gitaar nog op. Ik ga iets laten zien. Ik was even de visio. En ineens. Misschien even, ja. Ah, hier. En ik moest 3 euro betalen. Want ik had 2 monsters gepakt. Monsters, yummy yummy. En ik geef 3 euro. Dus een stuk van 2 en een stuk van 1. En ik krijg dit. Dat is een dollar. Ja, dat wist ik niet. Dus blijkbaar is dat een dollar van Singapore. Maar dat lijkt echt op een euro. Wie? Je bent gewoon gescamd. Ik ben gewoon gescamd, ja. Ja, basically wel. Dat is wel mooi. Zie. Ja, dat is wel mooi. Ja, mooi. Maar je kunt er niks mee alleen als je naar Engeland gaat. Ja, ik kan er wel iets mee. Maar weet je wat die, waard is? Nee. Normaal denk je 1 euro. Nee, die is 50 cent of zo. Ja, inderdaad. 60 cent. 64 cent om precies te zijn. Dus daar moet ik er eigenlijk 2 aan hem betalen voordat hij zijn geld heeft. Dus ja, volgende week een echte euro meenemen. Maar dat leek zo echt super raar.
Dat was eigenlijk hetgeen wat ik heb meegemaakt bij de fysio. Dus we hebben gekeken tot hier voor deze stom verhaaltje. Maar dat was eigenlijk wel vervelend, want ik moest die mens betalen en ik geef dat geld. En ik zo, hoe je probeert maar in het zak te zitten. Maar die zei dan te lachen, maar je voelt je eigenlijk wel slecht, want je bedoelt dat niet zo. Maar daarom zie je dus dat als je een euro krijgt, of weet ik veel welke muntstukken, dat kunnen ze dus ook vervalsen of u oplichten door geen echte euro te geven. Dus hou daar rekening mee. Ik ben dus nu hier aanwezig op de stream van Make a Wish. Op dit moment is Sjors nog bezig met Make a Wish. En ik ga na hem streamen. Dus ik heb nu gezegd dat Sjors nog 5 minuten moet doorlullen. Want dat ik heel snel nog een rap wil maken met kip of zo om te eten. Want anders heb ik geen energie en ik wil extra energie hebben om hem maximaal te knallen. Dus in ieder geval, iedereen dat erbij was die deze video kijkt hier op YouTube, bedankt dat je erbij waart. Make a Wish, voor de mensen die het niet weten wat dat is. Dat is een organisatie die zich inzet voor zieke kinderen. Kinderen die niet het geluk hebben om te zeggen, ik wil binnen 10 jaar eens naar Amerika gaan. Of ik wil binnen 10 jaar eens in een luchtballon varen. Kinderen die ernstig ziek zijn. En als er iets is wat ik erg vind, dan zijn dat kinderen die ongelukkig zijn. Of die een droom niet kunnen waarmaken. En ik word er bijna emotioneel van. Dat is zo belangrijk voor mij. En ik vind het zo leuk om mee te doen met zo'n organisatie. En dikke shout-out naar Redus als ze me hebben uitgenodigd. Want ja, ik kan dat niet beschrijven met woorden. Ik weet op dit moment niet hoeveel euro dat we hebben ingezameld. Maar gewoon al de aanwezigheid van mensen is voor mij al op en top. Ik vind dat geweldig. Dat er aandacht wordt besteed aan zo'n goede doelen. Dus dikke shout-out, big love naar iedereen. Echt waar. En het is niet te laat om nog te doneren voor Make a Wish. Het is een organisatie die heel het jaar door geld kan inzamelen. Dus als je een paar euro over hebt, het is altijd leuk om een goed doel te steunen. Vergeet uiteraard niet om in jezelf te investeren. Want als je zelf op de tweede plaats zit, kun je nooit anderen helpen. Uiteraard. Maar als je een eurotje over hebt, geef het liefst aan een goed doel zoals Make a Wish, dan dat je het op een stream doneert. Snap je? Dat is allemaal heel fijn, maar zoiets mag zeker niet vergeten worden. Oké, we zijn op het einde van deze vlog. Ik heb net gedaan met streamen. Ik ben mijn vlog aan het editen en ik merk dat ik eigenlijk geen outro heb, omdat ik 2-3 dagen na elkaar heb gevlogd. Ik ga nu ook volgende week, gaan jullie zien in de vlog, naar de tuin van de koning en dergelijke. Er komen nog heel leuke beelden aan. Dus bij deze ga ik de vlog hierbij afsluiten. Volgende week een nieuwe vlog. Woensdag om 4 uur. Ga zeker vast kijken. Als je deze vlog leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Laat weten in de reacties wat jullie van deze vlog vonden. Want zonder jullie reacties, zonder jullie likes en zonder jullie subscribes op dit kanaal kunnen wij niet groeien. En kunnen we niet de grote en de beste worden van dit geweldig mooie Belgenlandje. Dus jongens en meisjes, dikke shout-out naar jezelf. Bedankt om te kijken. Tot volgende week woensdag om 4 uur. En dan zeg ik zoals altijd, flex de biceps en joejoe! Welkom bij de Dart of M. Schuif maar aan en join the chat.